Bereid je voor op een spannende voetbalstrijd. In Noorwegen neemt Streumschotzet het zondag op tegen Bodo Glimt in een niet te missen duel. Maar meld je eerst aan om op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt in Feyenoord. Feyenoord was aanwezig bij de vorige wedstrijd, waar ze getuigen waren van de ongelooflijke 2-0 overwinning van de thuisploeg en ze konden niet anders dan onder de indruk zijn van de prestatie van één speler in het bijzonder, Tobias Fjeld Gulliksen. Gulliksen. Een getalenteerde linksbuiten van slechts 19 jaar oud, is een opkomend vooruitzicht en staat momenteel onder contract bij Streumschot Z tot Medio 2024. TV2 Nieuws onthulde dat zowel Feyenoord als Sturm Graz op de tribune aanwezig waren en Gulliksen nauwlettend in de gaten hielden. Nu is de verwachting hoog om te zien of hij genoeg begeerd zal worden om zijn huidige team te verlaten. Strumschot Z. stelde op zijn beurt een prijs van 1,7 miljoen euro vast om deze mogelijke transfer te temperen, waarmee hij aantoont dat het vertrek van het jonge talent er niet door zal worden vergemakkelijkt. Maar daar houden de emoties niet op. Rangers FC werkt hard om de komst van een nieuwe aanwinst, Danilo Pereira da Silva, veilig te stellen. De Schotse club heeft al concrete interesse getoond in de Braziliaanse spits en heeft een eerste bot gedaan aan Feyenoord. Nu zijn de twee clubs verwikkeld in intensieve onderhandelingen om deze transfer af te ronden. Het eerste bod van Rangers FC haalt echter nog lang niet de door Feyenoord bedongen prijs. Volgens informatie van Football International van dinsdag is het begrijpelijk dat het aanvankelijke bod niet direct werd geaccepteerd. Feyenoord is echter niet gesloten voor voordeligere aanbiedingen en is bereid deze in overweging te nemen. Niet te vergeten is dat Danilo Pereira da Silva afgelopen zomer, in 2022, Kosteloos de overstap maakte van Ajax naar Feyenoord. In zijn eerste seizoen bij de nieuwe club drukte de Braziliaanse spits zijn stempel met 14 goals en 4 assists. Momenteel wordt de marktwaarde volgens Transfermarkt geschat op 6.500.000 euro. Het contract van Danilo bij Feyenoord loopt tot medio 2026, wat nog meer spanning toevoegt aan deze opwindende deal.